Wij gaan rechtdoor. Als ik niks zeg, rechtdoor. Dus, kun je nog aan de rechtdoor op de rotonde? Ja. Oeh. Ik heb hier wel een auto naast me zitten nog, hè? Ja, die zag ik toch. In Sterren Rijden Af gaan we elke week de weg op met Bekend Nederland. Om te kijken of zij hun rijbewijs nog wel waard zijn. En deze week is dat realityster en modeontwerpster Amanda Balk. Hey, dag Amanda. Hoi. Dag, ik ben Aris. Amanda. Hoi. Netjes geparkeerd, staat mooi recht. Dank. Mooie auto. Dankjewel. Ik heb hier een andere auto voor je klaarstaan. Hij lijkt een klein beetje op de jouwe. Ik heb een sleutel voor je. Die mag je vast aanpakken. Nou, spannend. Ja, best wel. Hey, heb jij wel eens een blauw lampje gezien op je dashboard? Nee. En als je dit blauwe lampje nu ziet, wat zou dat zijn? Oh ja, dat zijn de lampen. Welke lampen? In voor. Voor, niet achter, hè? Nee. Is dat het licht waar je normaal mee rijdt, 's avonds? Ja. Ja? Kan het groot licht zijn? Oh nee, dat is groot licht. Ja, natuurlijk. Nee, dat is groot licht. Ik zou zeggen, succes, meis. Dankjewel. Nu maar hopen dat er wel een lampje gaat branden bij het afrijden. Rijdt dat prettig, dat je zo je hand steeds daar houdt? Want het sturen is natuurlijk bedoeld voor twee handen. Ja. Is dat een rijstijl van je die je altijd zou doen? Ik denk het. Ja. Ik heb gehoord dat jij 6 examens hebt gedaan. Ja, ik heb 6 examens gehad. Bij 1 in dezelfde rijschool? Nee, bij 2 rijscholen. Het moeilijke aan het afrijden was echt dat het... Ja, je had heel eventjes en dan moest je het laten zien. En ik kreeg een soort van... cold feet of zo. Ja, even schakelen. Sla je altijd over van 3 naar 5? Vaak wel. Want dat doe je nu, hè? Ja. Is dat een probleem? Ja. Schakel hem nu eens terug in 4. Ja. Dus waarom zou je deze dan overslaan als je hier zo lekker in rijdt? Ik hoorde hem niet. Oh, moet ik hem nu eens... Ja, nu 2. Goed. Ja. Nu pakte ik een beetje 4. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Wat deed je op het examen? Ging dan eens 2 over rotondes en door bochten? Of? Volgens mij wel. Ja, altijd in 2, hè? Ja. Dus dat heb je nu een beetje veranderd. Ja. Hey, dan heb ik een heleboel zijstraten hier. Hè. We gaan er alweer eentje voorbij. Heeft dat nou echt jouw belangstelling? Of denk je van nou, ze zitten er, maar ik hoef er niks mee? Nee, ik kijk er wel naar. Of er ja, niks je draait je hoofd echt? Ik kan niet echt merken dat je dat nou in de gaten houdt. Nee, ik zie dat wel, hè? Ziet het wel? Ja, straatjes van rechts. Kijk, ja, ik kan u heel mooi zeggen, ja, ik zie het allemaal. Maar op mijn manier zie ik het ook. Ik had laatst mijn auto dus tegen een paaltje aangereden. En hoe kwam dat? Keek je niet goed? Ik keek niet goed. Nee, en dat doe je nu nog niet, hè? Eigenlijk heb je van dat hele paaltje niet zo heel veel geleerd. Dus. Goed, handen schakelen en kijken blijven een dingetje, maar nog geen ingreep. We gaan rechtdoor. Als ik niks zeg, rechtdoor. Dus, kun je nog aan de rechtdoor op de rotonde? Ja. Oeh. Ik heb hier wel een auto naast me zitten nog, hè? Ja, die zag ik toch. Kijk, daar is die al. En hoe ga je dan rechtdoor? Want ik heb hier alleen maar een rechtsafstrook. Oh, ja. Gelukkig dat iedereen nu netjes om je heen gaat, maar ik moet je hier toch echt stilzetten. Nou, dan was hij sowieso gezakt. Ja, ik baal echt met die ingreep. Want anders had ik volop op die andere auto gezeten. Maar ja, het was al gebeurd voordat het, het ging heel snel. En dit is bijvoorbeeld ook zo'n ding. Dan ga ik hier naar ze 3 schakelen, terwijl het zo'n klein stukje, dat had helemaal niet... Totaal geen zin. Nee. Nee. Ik zie heel veel dingen doen die... Kijk, je zou met veel minder handelingen... Ja. Je zou met veel minder handelingen beter kunnen rijden. Ja. Dat is echt zo. Maar je bent je er wel van bewust, want je noemt het nu zelf ook al op. Ja. Ik merk dat ook echt, hoor. Maar ik heb het ook echt van mijn moeder. Doet die dat ook? Heel stom, En hoeveel examens heeft die gedaan dan? Dat weet ik niet, maar mijn vader 6. 6. Dit in de familie. En zelfs met de haven in zicht blijven er hobbels op haar weg komen. Ook gewoon die stomme dingen. Welke dingen? Ja, die witte dingen op de weg, weet je? Dat je er een vakje aangeeft. Waarom moeten ze dat doen? Parkeermarkeringen. Anders wordt het toch een zoontje. Als je gewoon helemaal niks... Denk om je auto, hè? Ja. Ik heb echt een hekel aan bollen op de weg. Ik begrijp ook niet waarom ze er zijn voor de sier of whatever. Nu heb ik dan gelukkig een Range Rover. Dan zit ik wat hoger. Maar die andere auto's, je sloopt gelijk je hele auto ermee. Oh, dat zijn dat misschien die stomme parkeerdingen die je ja. Hebt. Ja. Dus voor jou zijn ze eigenlijk wel goed. Nou Amanda, we zijn terug. Hij is nog heel. Ja, je rijdt bijna toch echt die zijkant van die ene auto eruit. Het is dat je stopzet, maar zelfs zou je doorgereden hebben. En dat is een forse ingreep. Ja. Dus ik moet je teleurstellen, ik kan je niet laten slagen. Kan ik je nog omkopen? Nee, onmogelijk. Nee, dit is hoe het is. Nou ja, ik ben niet geslaagd.
Ja, gelukkig mag ik straks in mijn auto gewoon wegrijden, toch? Om haar rijvaardigheden na deze domper weer een boost te geven, mag Amanda instappen voor een slipcursus. Waarbij ze leert hoe je in moeilijke situaties kan sturen, schakelen en kijken tegelijk. Gelukkig voor Amanda is er in de verste verte geen hobbel of rotonde te bekennen. Zo, nou Amanda. Ja, ik heb het een paar keer vol gedaan. Nou is het jouw beurt, hè? Dan gaan we beginnen. Ja, jij gaat toch mee? Oh, moet ik mee? Ja. Nou, vooruit. En remmen. En sturen, kom maar. Sturen. En sturen, tegensturen. Andere kant op sturen, andere kant, hè? Ja. Je moet wel kijken. Ja, hè, kijk naar die baan. Blijven kijken, blijven sturen. Rechts. Remmen. Ja. Links, 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 links. Blijf kijken. En rechts, 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 rechts. Dat geeft wel een kick. Het is een lach, hè? Ja. Kijk, dat klinkt goed, Amanda. Juist. En naar links. En naar rechts. Dat is een mooie. Kijk eens even. Keurig. Netjes gedaan. Cool. Lekker hoor.